Een hele goede middag op deze woensdag. Het is vandaag 14 februari. Ik ben klaargemaakt en leuk dat je kijkt naar de nieuwe weekvlog. Het is vandaag Valentijnsdag. Nou ja, ik heb daar zelf niks mee, maar voor de mensen die het wel heel leuk vinden en die een geliefde hebben om die te verrassen, is dat natuurlijk vandaag de mogelijkheid. Al vind ik dat je dat elke dag kan doen, dat je niet alleen je liefde toont op Valentijnsdag. Maar goed, voor mij is dat geen onderwerp, want daar heb ik niks mee te maken. Het goede nieuws is, ik heb mijn kaartje teruggevonden van mijn camera. Ik had hem dus gewoon heel per ongeluk gewoon in de laag gestopt bij de andere computerspullen. En toen keek ik daar gisteren in. Toen zag ik hem ineens. Ik dacht, yes, ik heb hem terug. Heel fijn. Het lukte met het andere kaartje wel. Maar het gevoel dat ik dan niet wist waar ik dat kaartje had gelaten, dat irriteerde me heel erg. Maar hij is lekker terug, dus daar ben ik heel blij mee. De was is ook klaar. Het was niet helemaal goed gegaan. Ik had eigenlijk gehoopt toen ik wakker werd dat hij al klaar zou zijn, dat hij al in de droger had kunnen zitten. Was niet helemaal goed gegaan, maar hij piepte net, dus hij is nu klaar. Dus nu kan hij er zometeen alsnog in, dus dat is wel fijn. Ik heb gisteravond gekeken naar Goede Tijden en daarna naar Married at First Sight. Ja, ik weet niet hoeveel mensen er echt getrouwd zullen blijven. Ik heb te weinig hoop op. Al lijkt het bij sommige stellen nu wel goed te gaan, het kan zo ineens omslaan natuurlijk. En ik heb dus gehoord dat je ook gewoon nee mag zeggen. En ik had het natuurlijk al een keertje over die ene dame die eigenlijk het gevoel al niet had bij het altaar. Dus toen dacht ik, nou, misschien had je nee moeten zeggen. Als je het goed kunt onderbouwen waardoor je niet wilt trouwen, kun je dus nee zeggen. Maar ik weet niet of het al een keer is voorgekomen. Volgens mij niet, maar het mag dus wel. Daarna heb ik nog even een spelletje gedaan en heb ik mijn vlog afgemaakt en mijn blogpost. Ik heb al een deel van de blogpost geschreven voor vrijdag. En toen heb ik de foto's nog bewerkt, dus dat ging allemaal goed. Toen heb ik een nieuwe serie uitgezocht. En ik ga heel even checken of ik de naam kan vinden. Even checken hoor. Dit is de serie Inside Man. Het was een match van 84%. Hij heeft ook maar 4 afleveringen. Het gaat over een man die is ter dood veroordeeld in Amerika. Maar die helpt dus wel mensen met het oplossen van mysteries. En nu gaat hij dus iemand helpen die plots een journaliste helpen waarvan een vriendin ineens is verdwenen. Ik vind vriendinnen gelijk een beetje een groot woord, want ze hebben elkaar echt letterlijk net ontmoet. Maar ik ben wel benieuwd hoe het eindigt. Ik zat er op zich wel lekker in, maar het is gewoon een beetje, je bent zelf natuurlijk niet thuis in zo'n, het heet ook echt de dodencellen. En dat kennen wij natuurlijk in Nederland niet, omdat wij de doodstraf hebben. Ja, en die mensen zitten daar gewoon te wachten tot ze dus de doodstraf krijgen. En dat kan dagen zijn, maar ook jaren. En dat is natuurlijk wel een beetje creepy. Daarna heb ik nog even Chantal gekeken, maar ik zag dat er pas 4 afleveringen zijn geweest. Dus het was nu een dubbele aflevering. Ik denk dat ik vanavond nog even die aflevering ga kijken. En dat ik dan morgen toch even wat anders ga kijken. En ik heb dat nieuwe vestje aan die ik bij de trekpleister had gekocht. Die zal ik even laten zien. Je ziet wel duidelijk, hij is wat groot. Eventjes een beetje lopen. Kijk, het is een emmetje en dat zie je wel gelijk terug, want hij valt best wel groot. Maar vind ik voor een vestje niet heel erg. Kijk, doe er een leuk hemdje onder, maakt het ook helemaal niks meer uit. Maar hij zit dus best wel wat ruim, maar voor een vestje is het prima. Hij zit wel heel erg lekker, dus nou ja, voor 5 euro is het een prima vestje. Ik ga nu even wat doen. Ik heb dus nog weer, ik had natuurlijk toen wat zakken vacuüm gezogen, maar die vacuüm is er helemaal uit. Dus dat ga ik eventjes opnieuw doen. En ik heb hier zo, hier heeft ooit een keer een plakhoor gezeten. En dat zie je dus nog heel erg terug, volgens mij aan die kant ook. Dus ik ga de hoor er even afhalen, dan ga ik dit helemaal proberen ook schoon te maken. Dus dat ga ik jullie bij meenemen. Dus ik ga even de was in de droger doen. Dan ga ik eventjes muziekje aanzetten, water maken en dan ga ik eventjes dat doen. Dus ja, tijd om even lekker aan de gang te gaan.
Ik heb het schoongemaakt, maar je ziet nog heel duidelijk toch nog wel wat dingen zitten. Er is ook wel een heel groot gedeelte van af, maar nog niet alles is er af. Dus ik moet nog wel eventjes verder ermee. Maar ik had nu eigenlijk niet meer echt de kracht om echt te boenen. Maar er is al wel veel van af. Dan ga ik de volgende keer er gewoon mee verder. Dus op zich, het is niet heel verkeerd wat er wel af is gekomen. Deze is ook eventjes lekker helemaal afgezogen. Dus dat is wel lekker. Zo, ik heb maar even een lampje aangedaan. Het begint hier behoorlijk donker te worden omdat het regent. Maar alles is verder lekker weer gedaan, dus dat is heel erg fijn. Die was die zit dus in de droger, die is nog niet klaar. Maar ik moet dus eigenlijk nog zo'n handdoeken was, want niet alles past erin. En dat ga ik ook nog zeker doen. Wacht even hoor, mijn touwtje zit klem. Maar dat ga ik niet vannacht doen, want ik durf dus niet de machine te draaien als ik niet thuis ben. Morgen moet ik boodschappen doen, dus ik durf dan niet als ik boodschappen ga doen mijn wasmachine aan te zetten en de droger al helemaal niet. Ik vind dat toch eng. Ik wil die machines gewoon draaien als ik thuis ben, dat ik erbij ben. Mocht er onverhoopt iets misgaan, dat ik er ook gelijk bij ben. Voor hetzelfde geld dat je een keer een lekkage krijgt of nog erger dat iets in de brand vliegt of zo. Ik wil daar gewoon bij zijn. Ik wil gewoon niet dat soort dingen draaien als ik niet thuis ben. Ik vind dat gewoon heel eng. Dus dan ga ik die gewoon morgen nacht aanzetten, zodat die vrijdag weer in het droog kwam. Het is niet heel veel meer, maar nou, het grootste gedeelte is wel gelukt. Verder is alles gewoon weer lekker schoon en dat is gewoon heel erg fijn. Eventjes goed alles gedaan, dus dat is heerlijk. Nu ga ik zometeen eventjes lekker relaxen. Dan ga ik straks lekker douchen en eten. Vanavond gewoon weer goede tijden en Meditate First Sight. Ik ben wel benieuwd hoe dat nu weer verder gaat. Ik ga nog even een spelletje doen. Dan ga ik mijn blogpost schrijven en de vlog inplannen. Daar moet nog even een thumbnail voor gemaakt worden. En dan ga ik eventjes verder met dat artikel schrijven. En dan ga ik weer die Netflix-serie kijken. En dan nog eventjes een afleveringetje van Chantal. En dan ga ik naar bed, want ik ben een nieuw boek gestart. En die is ook weer superleuk. Ook weer zo'n boek wat ik moeilijk weg kan leggen. Ik lees momenteel zoveel leuke boeken. Deze nagel is heel erg beschadigd. Zien jullie het? Die is toch wel erg beschadigd. Deze, die zien er eigenlijk nog wel mooi uit. Alleen die vinger, die heeft er een beetje moeite mee. Maar goed, maakt ook niet uit. Ik hoef er nu geen video's meer op te nemen. Misschien dat ik hem nog even bijwerk. Dat het gewoon een beetje netjes staat in de winkel. Maar nou ja, goed. Ik ga boodschappen doen. Ik loop er geen modeshow natuurlijk. Dus nou, ik ga jullie dan gewoon morgen zien. Want ik ga nu verder niks meer doen. Dus bij deze zou ik zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze donderdag, het is 15 februari. Ik ben klaargemaakt. Ik heb het nieuwe shirtje aan van de Lidl. Die zal ik eventjes laten zien. Hij zit wel echt heel lekker. Het had een emmetje kunnen zijn, maar dat is meer qua lengte. Kijk, hij zit verder helemaal prima, maar hij zit dan hier altijd iets korter. Maar goed, dat kun je wel makkelijk oplossen door hem bijvoorbeeld bij je broek in te doen. Verder zit hij wel echt heel erg leuk. Dus ja, ik vind het wel een superleuk shirtje die echt heel erg lekker zit. Ook leuk om te combineren met bijvoorbeeld een ja, zo'n teddy giletje. Maar die heb ik nu niet aangedaan. Want het is niet super koud. Ik ga zometeen weer boodschappen doen. Mijn coach die is onderweg. Dus die komt strakjes. En dan gaan we even boodschappen doen. Ik heb gisteravond gewoon gekeken naar Goede Tijden. En daar weer naar Meditate First Sight. Ik had wel weer een beetje medelijden. Maar goed, dat zal ik nog wel eventjes houden. Ik ben wel benieuwd hoe dat nu verder gaat. Toen ben ik mijn foto's nog gaan bewerken voor het artikel voor vrijdag. En heb ik alvast mijn blogpost geschreven. Daarna ook eventjes lekker de vlog ingepland en de thumbnail gemaakt. Dat is allemaal goed gekomen. Toen ben ik de Netflix-serie gaan kijken. Echt super spannend. En daarna Chantal. Maar nu ga ik vanavond even iets anders kijken. Want dan wil ik eerst even alle afleveringen bij elkaar krijgen. Want dan kan ik het in één ruk doorkijken. Omdat ik dacht dat er meer waren. Maar er is nog wat gebeurd gisteravond. Ik weet niet of jullie het heel goed kunnen zien. Kijk, ik heb hier. Mickey heeft mij gekrapt. Ik heb dus hier en hier een plek. Ik weet dus niet of hij het goed laat zien. Ik heb hem niet daardoor dit shirtje aangetrokken hoor, dat je het niet ziet, want het maakt niet uit. Het is gewoon nu puur dat hij zo valt. Mickey is de laatste tijd een beetje vervelend. En dat is vooral ook naar de andere katten toe. Het is dus echt zo, als muis op een stoel ligt, moet zij ook per se bij die stoel. En dan hoor ik muis de laatste tijd best wel vaak blazen naar Mickey. Omdat muis het dan niet leuk vindt. En muis is echt wel een hele makkelijke en lieve kat ook. Dus normaal gesproken, als je bij muis, muis pikt heel veel. Maar als je bij muis de bond maakt, gaat ze wel blazen. Dus ik vind het dan ook wel goed dat muis ook wel eventjes laat weten van, hé, dit vind ik niet leuk. Maar Mickey zat dus gisteravond bij mij. Meestal zit ze dan zo hier.
En toen kwam Tijgertje er iets bij. En toen echt was het zo van, ging ze uithalen naar Tijgertje toe. Maar die krab die belandde in mijn keel, zeg maar. Dus deed op dat moment wel even heel veel zeer. Nu doet het niet zo heel veel pijn meer. Dus, maar dat was wel even vervelend. Het is gelukkig ook niet heel erg op gaan zetten. Had ik wel verwacht. Want dat heb ik vaak wel. Als ze mij een keertje krabben dan. En dat is niet altijd bewust hoor. Soms ook per ongeluk. Dan gaat het vaak wel opzetten. Dat is nu niet echt gebeurd gelukkig. Dus dat. Nou, ik heb lekker mijn boek weer gelezen in bed en toen ben ik gaan slapen. Alleen ik slaap de laatste tijd niet lekker omdat ik best wel veel nachtmerries heb en dan heel bezweet wakker word. Ik zit ook te twijfelen, zou het komen dat het toch te warm is in bed? Omdat ik natuurlijk mijn winterdekbed erop heb liggen. Niet dubbel dan, maar wel gewoon enkel. En ik heb mijn spreid nog overheen liggen. Misschien dat het toch al te warm wordt, maar dat weet ik niet precies. Dus dat. Ik ga nu even nog stofzuigen en eventjes zorgen dat ik verder klaar ben. En dan ga ik straks de deur uit. Dus ik neem jullie nog wel weer even mee. En dan zie ik jullie sowieso weer als ik terug ben. Ik ben terug van de boodschap. Ik zal ze jullie even laten zien. Ik heb een broccoli gekocht. Die komt bij de groentemarkt vandaan. Die was 79 cent. Pas 400 gram. Dan heb ik twee keer... Oh. Even weg, tijgers. Slavinken. Die waren in de aanbieding. Boterhamzakjes. Dit nachtshirtje. Die was nu met 50% korting. Dus nog 2 euro. Dat vind ik altijd lekker om in te slapen. Ik ga even het tijgertje eraf halen, want jullie zien zo niks. 4 keer cola. Dat doe ik vast weer door mijn cola heen. En dat drink ik graag. Dan heb ik hier zo een kattenvoer. Spekjes, die waren nu met korting. Maar volgens mijn coach die kan je dat nog wel eten omdat het zout is. Even kijken, dat is dan de cola. Dan heb ik... boontjes, kuppensoep, deze lekkere warme sokken, want vind ik wel lekker. Er zitten van die nopjes onder, die hadden ze bij de Boni. Dan hebben we hier koffiemelkcupjes, een doos met frikandellen, die waren nu in de aanbieding bij de Boni. Chocomel. De frietsaus was in de aanbieding, die heb ik wel even gekocht. Ook weer met toetjes, want die gaan er ook altijd wel hard doorheen. Die eet ik ook altijd binnen een week wel op, dus dat is ook altijd wel weer lekker. Dat. Aardappelschijfjes. En een sucadelapje voor zondag. Ik heb nu weer lekker mijn kruiden, dus die ga ik dan zondag lekker eten. Dus... ja, dat is wel lekker. Dus dit was het. Ik ga nu eventjes dit opruimen. Dan ga ik eventjes lekker... Oh, ik hoor een... Oh, is een hond. Dan ga ik nog even lekker relaxen. Dan ga ik straks lekker douchen en eten. Vanavond heb je doet dit of doet dit niet, maar je hebt ook Ajax. Dus ik heb 2 schermen. Mijn bril zit niet helemaal goed. Dus dat ga ik kijken. Dan ga ik mijn foto's verder bewerken en die blogpost even afmaken. Dan ga ik lekker eventjes mijn Netflix-serie kijken en dan ga ik iets anders kijken. Ik denk Heterdaad, dat ben ik ook aan het opnemen. Dat is ook een hele oude serie, Vlaamse serie, maar heb ik nog nooit gezien. Dan ga ik lekker mijn boek lezen en slapen. We hebben nog even een bakje koffie gedronken, dus nou, was allemaal wel prima. Dus dat ga ik nu eventjes doen. Ik zie jullie dan gewoon morgen weer, want verder heb ik ook niet zo heel veel te vertellen. Dus bij deze zou ik zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze vrijdag. Het is vandaag... 16 februari, ik moest eventjes kijken. Het is een regenachtig dagje. Ik ben klaargemaakt.
Maar ik heb een brief gekregen van mijn netwerkbeheerder. Althans, voor de stroom. Netbeheerder heet dat, denk ik. Dat er dinsdag 27 februari groot onderhoud is. En dat je dus eigenlijk de hele dag geen stroom hebt. Ik geloof van 8:30 tot 16:30 smiddags. En ik vind het een dingetje. Gewoon meer voor mijn koelkast en mijn vriezer. Dat ik denk van, hoe ga ik dat doen dan? Ja, het is natuurlijk nodig. Want ze doen dit niet omdat het leuk is. Maar ik vind, moet het even tot me door laten dringen. En eventjes gaan nadenken van, hoe ga ik dat oplossen? Dat betekent in ieder geval dat die week eigenlijk wel even die vriezer ontdooid moet worden. Want ja, als die vriezer uit is geweest en hij moet weer aan. Dat gaat natuurlijk allemaal hartstikke aanvriezen. Dus dat is niet zo heel handig. Dus ja, ik ben er niet heel gelukkig mee. Maar ja, het is wat het is. Ik heb gisteravond gekeken naar Goede Tijden en daarna Doet hij het of doet hij het niet. Was ondertussen ook Ajax natuurlijk. Nou, in eerste instantie had ik zoiets van, mwah, ik denk niet dat dit wat wordt. We kwamen al vrij snel op achterstand. En toen op een gegeven moment kwam er ook nog eens een tweede goal bij. Het was tegen een buitenlandse club overigens. Dus ik had eigenlijk de moed al wel een beetje verloren, want we gingen al een beetje naar de eindtijd. Maar toen kregen we op een gegeven moment een penalty. Toen werd er toch nog één punt erbij, of toen had Ajax ook een keer gescoord. En echt op het allerlaatste moment viel er nog een goal van Ajax. Toen is het 2-2 geworden, dus dat maakte het dan toch nog wel weer heel erg spannend. Je zag aan de trainer ook heel goed dat hij in het begin ook echt niet tevreden was. Maar was uiteindelijk toch nog wel een hele spannende wedstrijd. Ik heb alle foto's klaargekregen met bewerken. Ik moet alleen even één nieuwe maken, want die was niet mooi. Daar ben ik altijd best wel precies in. Het moet gewoon altijd eigenlijk strak zijn en goed. Dus dat ga ik zo eerst eventjes doen. Ik heb de was klaar, de laatste handdoekenwas, die is klaar. Eigenlijk moet er alweer een nieuwe was in. Ga ik die maandag doen? Ik ga even over nadenken wat ik ga doen. Het kan ook zijn dat ik dat maandag eventjes weer oppak. Want ja, ik weet niet zo goed of dat lekker gaat. De wasmachine en de droger tegelijk aan. Want die handdoeken gaan de droger in. Dus dat moet ik zo even bekijken. Ik ben de Netflix-serie gaan kijken. Echt super spannend. Ik heb nog echt nog één aflevering. En het was nu al super spannend. Dus ik ben echt wel heel erg benieuwd hoe het uiteindelijk eindigt. En daarna ben ik begonnen met Heterdaad. Dat zenden ze elke dag uit op België. En ik vond het wel grappig, want het personage John Nolard zit daarin en die ken ik later van Flikker. Dus ik dacht, nou, ik wil wel eens kijken of het wat is, maar je ziet gewoon dat het heel ouderwets is, maar het maakt op zich niet uit. Toen ben ik lekker naar bed gegaan om een boek te lezen. Toen ben ik ook vrij snel in slaap gevallen, want ik was wel moe. Ik ga even de was in het droge doen, ik ga eventjes de boodschappen wegbrengen en dan ga ik de slaapkamer doen. Dan ga ik jullie weer meenemen. Ik ben er weer aan toe, heerlijke schoon bed, gewoon eventjes alles weer lekker schoonmaken. Zo heb ik zin in, dus een muziekje aan en gaan. Ik heb de nagellak trouwens afgehaald, maar je ziet heel erg, ik moet hem even met de elektrische vel doen. Want ik ben met een wattenstaafje nog bezig geweest, maar je krijgt het er allemaal niet af. Je ziet ook heel veel glitterdeeltjes nog achterblijven. Dus het is een heel leuk kleur lakje, maar een beetje moeilijk om eraf te halen. Maar voor ik het vergeet, ik heb nog pakketjes binnen en die ga ik jullie eerst even laten zien en daarna ga ik lekker aan de gang. Ik heb allereerst een pakket van de Scapino. Ik zag in de sale twee leuke kledingstukken en die ene had ik al een tijdje op het oog, maar nu was die eigenlijk met nog meer korting, dus heb ik het gekocht. Even kijken hoe je dit een beetje goed kan openmaken hoor, want zo gaat dat. Wel een goed systeem hoor, die zakken. Maar je moet soms even kijken waar de opening zit. Ik ga even kijken of er nog een briefje bij zit wat het heeft gekost. Nee, er staan geen prijzen bij. Nou, ik zal die prijzen wel eventjes opzoeken. Dan zal ik het wel eventjes inzetten. Wat ligt het hier nog bij? Staat hier wel bij, maar nee, ik word er niet echt bij. Nou, ik ga het gewoon laten zien. Ik heb allereerst een heel leuk playsuitje gekocht. Het is gewoon met zo'n broekje, dat is voor de zomer. Ik heb deze in een emmertje gedaan, want als ik gewoon maatje S doe, wat om het lijf prima zit, heb ik altijd het probleem dat die broekjes te kort zitten. Dus dat is gewoon dit playsuitje. Leuk voor de zomer. Normaal gesproken kost die 30 euro. En als ik het hier nu goed op zie, was die nu 7 euro. Maar er ging nog 1,40 euro voor af. Dus
6,20 euro heb ik er nu voor betaald dan, denk ik. Nee, 6,60 euro. Ja, ik denk dat dat wel klopt. Dus dat is deze. Gewoon, die ga ik gewoon wassen. Die is dan gewoon leuk alweer voor van de zomer. Ik vind het altijd wel lekker zitten, dat spul. En nog een leuk shirtje met lange mouwen. En dat is deze. Gewoon heel basic. Maar die heeft aan de achterkant zo'n knoopje die je dus dicht kan maken. Het is een haakje zelfs. Die kun je dus zo hier zo dicht haken. En dan heb je zo'n rondje, zeg maar. Dus dat is deze. Die heb ik wel gewoon in een S'je genomen. Normaal gesproken kostte deze 18 euro. Maar deze was nu ook 6,60 euro. Dus ja. Nee, dat zeg ik helemaal niet goed. 5,60 euro heb ik voor allebei de kledingstukken betaald. Want ze waren 7 euro. Maar er gaat van beide 1,40 euro af. Dus dat is dan 5,60 euro. Sorry, ik ben niet zo goed in hoofdrekenen. Maar dat is deze. Dus dat was dat. En dan was er alweer een nieuwe collectie van Catrice. En die heb ik ook al besteld. Die collectie Heart Affair, die ligt nog tot en met midden februari in de winkel. Maar er komt wel weer een nieuwe collectie. Oh, ik heb nu echt een heel leuk ander kaartje. Heel bijzonder. Kijk, ik heb nu dit kaartje. Oh, dit was voor Valentijnsdag. Kijk, het was een Valentijnsdag kaartje. Nou, dat is wel schattig. Dit is de collectie. Ik zal het even openmaken. Dan probeer ik het daarna weer een beetje terug erin te doen. Zodat ik het ook even veilig boven neer kan leggen. Want hier komt dan weer een uitgebreide video over online. Maar dat weten jullie inmiddels wel. Dit is de collectie My Jewels, My Rules. Hij zit nog helemaal dicht, dus ik kan hem niet even aan de binnenkant laten zien. Ik zal even een plaatje in beeld nu zetten hoe de binnenkant eruit ziet. Dit is het palette, maar die moet ik dus even helemaal goed open gaan maken. Dat lukt nu eventjes niet, maar er zitten dus hele mooie steentjes op. Dus dat is deze. Deze heeft de naam C01 Hold My Jewels. En dat vind ik wel heel bijzonder zo, dit. In die collectie zitten ook drie lip glazes. En dan heb ik hier allereerst, staan er namen op? C02 Apricot Crush. Dat is dus dit kleurtje. Dan hebben we de C01 Lime Divine. Een groen kleurtje, maar ik denk gewoon dat het transparant is hoor. En we hebben de C03 Iconic Red. Dus dat is deze. Dan zal ik even starten. Ze hebben het allemaal echt super goed verpakt. Daar ben ik altijd wel heel blij mee hoor. Want het is altijd wel, ja, belangrijk natuurlijk. Dan hebben we hier de blushpareltjes. Dat zijn deze. Deze zitten ook nog helemaal dicht. Ik laat van die dingen die nu dicht zitten wel even een plaatje in beeld zien. Deze heeft de naam C01 Royal Blush. Je ziet hier aan de zijkant al een beetje de pareltjes er zo in zitten. Dan de nagellakjes. Ik heb hier de groene kleur. Kan ik dit lezen? Vast wel. C01 Lime Divine. Nou, die hadden we kunnen weten. Een groen kleurtje. Kijk, want er waren best wel veel nagellakjes dit keer. Dan hebben we hier C02 Apricot Crush. Die. Dan hebben we hier C03. Heb ik dat goed? Ja. Royal Red. Dan hebben we een roze kleurtje en dat is C04. Iconic Nude. Maar we hebben ook een gouden kleur. En dat is de... ga ik het kunnen lezen, jongens. C05 Bold Gold. Dus dat is die. En in die collectie zat ook nog een highlight poeder. Maar die was al uitverkocht bij de Boozy Shop. Dus
Die heb ik ergens anders nog weten te bemachtigen. Lekker geluidje, hè? Die zit gewoon in een goed zakje. Dat is dan deze. Die hoort dus ook nog bij die collectie. Maar dat is dus zo'n highlighter in zo'n spray dingetje. Staat hier nog een naam op? Ik zie het zo niet staan. Ja, hij staat hier wel op. C01 Jewels All Over Me. Dus dat is de nieuwe collectie van Catrice. Ligt vanaf half februari in de winkels, maar online is die dus nog wel te koop. Ik ga nu gauw opruimen en dan gaan we lekker eventjes aan de gang. Zo, ik ben weer klaar. Ik heb het echt bloedheet. Ik denk echt wel dat de tijd van de warme truien wel een beetje voorbij is. Want ik zweet helemaal me gek nu gewoon. Omdat ik het gewoon best wel warm heb. Dus ik denk dat ik vanaf morgen gewoon weer even de dunnere truitjes pak. Kijk, het kan natuurlijk nog kouder worden. Want maart roet zijn staart, zeggen ze altijd als maart aanbreekt. Mijn touwtje zit weer eens klem. Dus het kan natuurlijk altijd nog weer veranderen, maar voor nu is het gewoon best wel warm. Het is in huis ook 18 graden, dus ik hoef nu gewoon niet te stoken, wat ook wel lekker is hoor. Alleen weer niet zo goed voor je douche, want ja, die schimmel natuurlijk. Maar ja, goed, ik ga niet stoken als die gewoon goede temperatuur is. Ik heb even een nieuw loopje erop gedaan, want ik gooide gisteren een glas drinken eroverheen, dus die kon er in de was. Ik heb nu een lichte kleur, zoals je kan zien, want de andere zaten in de was, dus die had ik nog. Nou, ook prima. Hier, bed is lekker verschoond, alles is lekker klaar. Katten hebben het lekker gegeten. De was zit in de droger. En nu ga ik zo eerst even lekker relaxen. Ik ben best wel een beetje zat. Ik heb een beetje een droge mond. Dus ik ga zo even wat drinken. En dan ga ik heerlijk eventjes lekker gewoon in relax modus. Vanavond ga ik gewoon weer de Flikker Maastricht kijken. Wel weer veel zin in. Ik denk wel even een spelletje doen. Dan ga ik die blogpost afmaken. Mijn video in elkaar zetten. Laatste aflevering van de Netflix serie kijken. Waar ik dus echt super benieuwd naar ben. En daarna ga ik even de laatste aflevering van Klem kijken van die film. En dan ga ik lekker naar bed om een boek te lezen. En dan is het wel weer mooi geweest. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen zien. Want ik heb nu verder eigenlijk niet veel meer te vertellen. Behalve dan dat ik het warm heb. Maar dat wisten jullie al. En ik ga eventjes een beetje nu relaxen. Want ik heb nu ook weer wat meer last van mijn spieren. Ik voel mijn rug weer veel meer. Maar ik kan me gewoon heel slecht ontspannen. Mijn spieren die kunnen zich heel slecht ontspannen. Want ook als ik lang uitzit, zijn die beenspieren zich altijd aan het aanspannen. Ik weet gewoon niet hoe ik moet ontspannen mijn spieren. Dat is echt heel erg lastig. Maar ja, daar heb je dan gewoon weer wat meer klachten van. Goed, ik ga nu eerst even lekker wat drinken en dan zou ik bij deze zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze zaterdag. Het is 17 februari. Ik ben klaargemaakt. Ik heb het een beetje fris, maar dat ligt gewoon aan mij, hoor, want het is niet echt koud. Het is buiten 11 graden. Het is wel wat bewolkt, maar het is niet zo heel donker.
Nou, ik heb gisteravond weer lekker gekeken naar Flikken Maastricht. Het was weer een super mooie uitzending. Echt wel weer van genoten. Het is ook altijd veel te kort. Maar ja, je weet gewoon dat het altijd. Het is ook altijd zo weer voorbij. Maar het was echt gewoon weer heel erg mooi. Daarna heb ik nog even een spelletje gedaan. En heb ik de video in elkaar gezet en mijn blogpost geschreven. Ja, ging eigenlijk allemaal wel prima. Toen ben ik mijn Netflix-serie gaan uitkijken. Ja, een beetje een bizar einde. Een beetje zo'n einde waarvan ik denk, ja, wat moet ik ermee? Niet heel veel duidelijkheid meer uiteindelijk. En ik had die serie uitgekeken en ik zei ook echt in mezelf, tja, ik weet niet. Bijzonder. Daarna heb ik Clem even afgekeken, die film. Ook wel weer, ja, was uiteindelijk wel weer heel erg genieten. En ik moet dan altijd zo erg lachen om het personage Marius Mulder. Die zegt dan dingen en ik heb hier gewoon hardop zitten lachen. Dat ik echt dacht van, hoe verzin je het? Ja, ik snap het. Het staat in het script, maar ik vind het zo, ik vond het zo grappig. Gewoon de dingen, bepaalde dingen die hij zei. Het is eigenlijk dan een crimineel, maar hij is ook niet een van de slimste, zeg maar. Ja, echt heel grappig. Die rol wordt goed gespeeld. Toen ben ik naar bed gegaan, heb ik even lekker een deel van mijn boek gelezen, maar die is bijna uit. Dus, nou, was allemaal wel fijn. Toen ben ik gaan slapen. Ik ben wel weer een keertje vroeg wakker geworden. Dan moet ik even naar de wc toe. En dan heb ik wel wat moeite om in slaap te komen, maar het was wel weer lekker in een schoon bed slapen. Vandaag op de planning. Ik ga zometeen even boven wat dingen doen. Ik wil sowieso eigenlijk eventjes mijn vaasje vullen met de nieuwe bloemetjes van de Action. En ik wil eigenlijk even dat sop maken in dat apparaatje. Dus ik dacht, daar kan ik jullie dan wel eventjes bij meenemen. Ik kreeg net al een goede tip onder de video dat je misschien ook oase kunt gebruiken als vulling voor de vaas. Dus ik zal gewoon eens eventjes gaan kijken naar wat dingen. Tips zijn altijd wel fijn. Ik heb ook nog gedacht aan van dat vogelzand. Wat je zeg maar als je een vogel hebt op de als bedekking op de onderkant van je vogelkooi doet. Maar daar zit allemaal geur aan. Ik had eventjes gekeken in de supermarkt gewoon van goh, hè, wat kost het? Maar toen zag ik dus op de verpakking staan dat er geur in zit. Toen dacht ik, ja, dat is eigenlijk niet wat ik zoek. Ja, ik snap dat er geur in zit, want het is natuurlijk bedoeld voor een vogel, maar ja, ik hoefde dat niet. Dus dat werd hem niet. Dus nou, ik ga nog eventjes gewoon daarover nadenken. Ik ga nu even stofzuigen en de bakken scheppen en dan ga ik even naar boven. Dan neem ik jullie straks nog wel even mee met wat klusjes. Ik was dan donderdag even boven met mijn coach. Dan had ik heel veel zin om wat te gaan doen. En nu is de energie weer een beetje weg. Maar goed, het zal wel goed komen. Ik ga even aan de gang en laat ik jullie straks even de andere dingetjes zien die ik nog ga doen. Thank you.
Zoals jullie kunnen zien, heb ik het opschuimertje gebruikt. Nou, dit is dan het resultaat van het schuim. Dus dit is al een restje. Nou, deze twee potjes die had ik dus nog over. Die moest ik nog weggooien, want die moeten in de glasbak. Maar toen dacht ik, hé, ik kan deze wel even vullen met schuim. Dus ik heb gewoon twee potjes gevuld met schuim. Dus zoveel maak je ervan. Het werkt echt heel goed. Ik heb nu deze gebruikt. En hier ga ik dan gewoon lekker als ik wakker ben. Ik moet even ingrijpen, jongens. Nee, Mickey. Niet doen. Daar mijn gezicht mee wassen en dan gebruik ik hem gewoon vloeibaar nog onder de douche. Maar ik ben wel heel benieuwd. Dus ik zou jullie op de hoogte houden of het bevalt. Ik ga dit gewoon even in de douche neerzetten. Ja, dit is nu even overig in een bakje. Het is wel tijdelijk. Want ik wil eigenlijk eventjes kijken of ik gewoon zo'n pompflaconnetje kan vinden. Maar voor nu zit het in ieder geval gewoon even in deze twee, drie bakjes eigenlijk. Nou, dan staat hier dus het vaasje met de bloemetjes. Ik heb de bloemetjes bij elkaar gebonden gelaten, want ik dacht, ik vind het nu zo'n mooi bosje. Als ik dat los ga laten, krijg ik het nooit meer zo mooi als dat het er nu uitziet. Het is dus nog de bedoeling dat hij opgevuld wordt, maar ik wilde hem gewoon nog graag neerzetten. Ik ga hem wel 's nachts weghalen, of als ik niet thuis ben, want ik ben wel bang dat de katten hem anders omgooien, want het is wel een lichtgewicht vaasje nu. Maar goed, zoals ik zei, er komt dus nog wat van vulling in. Maar voor nu vind ik het in ieder geval wel heel gezellig staan zo. Zo, ik heb echt veel kunnen doen. Ik had niet verwacht dat ik zoveel kon doen. Maar ik zat er eigenlijk ineens wel weer lekker in. Ik ben begonnen met... ik ben al mijn kleren een beetje aan het roteren. Volgens mij heb ik het al een keer verteld. Dus alles weer een keer dragen dat het gewassen is. Dan kan het weer lekker de kast in. Vind ik gewoon fijn. Nu heb ik echt nog een klein deeltje wat ik dan nog niet weer heb gedragen. Dus dat ga ik dan nu weer dragen. Maar het ging eigenlijk best wel heel lekker. Ik heb de kleren die ik nu dus nog een keer wil dragen. Een keer gewoon dat ze ook weer even een keer gewassen zijn. Die heb ik even apart gelegd. Toen heb ik alles weer netjes opgevouwen. En alles weer in de kast gelegd zoals ik het wilde. Ook al mijn broeken in de kast van mijn joggingsbroeken en zo. Ging eigenlijk allemaal super goed. Dus daar was ik al lekker ver mee. Ik heb al een heel groot deel van de action spullen opgeruimd. Alle make-up op zijn plek gelegd waar die horen. En toen had ik nog kratten over van de boodschappen van het bestellen. Die ga ik uiteindelijk nog wel inleveren hoor. Dus dit is gewoon eventjes voor nood. Maar ik heb nu nog geen bestelling meer nodig gehad. Maar dan ja, kan ik ze dus weer inleveren. Maar daar heb ik nu heel veel losse boodschappen die dus nog geen plek hadden. Heb ik allemaal in die kratten gedaan. Ziet er gelijk al een stuk anders uit. Echt een stuk beter. Dus het begin is er, jongens. Ik ben er heel blij mee hoe ik het nu heb opgepakt. Dus dat ging wel lekker. Ik moet nog even... Ja, de paaspullen staan nu nog apart. Maar ik denk dat ik die gewoon eventjes apart op die kamer neer ga zetten ook. Want ja, weet je, zo lang duurt het niet meer voor je die spullen neer kan gaan zetten. En dan kan ik gewoon gelijk al die nieuwe spulletjes van de Action daar ook bij doen. En dan kan het daarna allemaal gewoon netjes in de paasdoos en kan het terug. Maar ik ben echt wel heel tevreden. Nou ja, lekker dus de bloemetjes neergezet. Dat schuim gemaakt wat echt super goed ging. Dus ik ben wel heel erg benieuwd. Nog eventjes wat in mijn blog en YouTube boek gedaan. En nu hebben de katten het lekker gegeten. Nu ben ik ook wel een beetje moe. Maar ik ben heel voldaan met wat ik allemaal heb kunnen doen. Ik ben echt heel blij. Dus ik ben dan zo blij dat het alweer zo'n stuk beter is. Ja, dan denk je gewoon, ja, je moet gewoon eventjes gaan beginnen. En dan ga je ineens zo lekker. En dan, ja, ik ben gewoon eigenlijk heel blij. Ik ga nu zometeen eventjes wel even lekker relaxen. Want ik heb een beetje last van mijn buik. En ja, ik weet gewoon niet, soms heb je dat gewoon. En dan ga ik straks lekker douchen en eten. Vanavond ga ik weer kijken naar Weet ik Veel. Vorige week heb ik natuurlijk niet kunnen spelen. Dus ik ben heel benieuwd hoe het vanavond met de app gaat. Of er verbetering is. Dan ga ik nog even Disney Dreamlight Valley doen. Dan ga ik mijn vlog lekker voor het grootste gedeelte in elkaar zetten. Er is ook alweer een nieuwe collectie van Essence met de nieuwe producten. Daar wil ik eigenlijk nog een begin mee maken. Maar ik moet even kijken hoe ver ik kom. Ik ben nu wel op het moment... Eerder pushte ik mezelf echt tot het einde van het moet, het moet, het moet. Ik ben nu wel zoiets, ik kan het wat makkelijker naast me neerleggen. Als ik het niet afkrijg, is het ook niet erg. En dat vind ik op zich wel fijn dat ik daar wat makkelijker in ben geworden. Verder ga ik een nieuwe Netflix-serie uitzoeken, maar ik heb nog geen idee welke ik wil gaan zien. En daarna ga ik eventjes dubbel leven kijken. En dan ga ik lekker naar bed en dan denk ik dat ik mijn boek ga uitlezen. Ik ga nu lekker relaxen, dus ik ga jullie dan ook gewoon morgen zien. Maar in ieder geval, ik kan nu gewoon met een heel lekker gevoel eventjes, ja, ook de avond in. Omdat ik blij ben dat ik zoveel heb kunnen doen. Een hele goede middag. Deze zondag, het is 18 februari.
Ik zit lekker op de bank. Zoals je kan zien heb ik mijn shirt aan, want Ajax speelt. We spelen tegen NEC, wel thuis, dus we gaan wel zien wat het gaat worden. Ik wilde even terugkomen op het schuim wat ik gisteren heb gemaakt. Jullie hebben natuurlijk kunnen zien dat ik aan het opschuimen was, maar zoals je kan zien is er ook echt letterlijk niet veel meer van over. Het is dus echt de bedoeling dat als je het maakt het ook gelijk gebruikt, want het zakt dus heel erg in. En dat wist ik natuurlijk van tevoren niet. Nu weet ik het wel, dus nu zou ik gewoon de volgende keer het gewoon gelijk maken en gebruiken. Want je kunt het niet bewaren dus, want in dat bakje was het al helemaal ingezakt. In dat potje ziet het er dan nog een beetje schuimerig uit, maar je moet het wel echt gelijk gebruiken. Dus dat wist ik van tevoren niet, maar ik dacht ik deel het toch nog eventjes mee. Voor hetzelfde geld, misschien koop je ook zo'n apparaatje en denk je als je het gaat bewaren, hey, het zakt in. Nou, dat klopt dus. Bewaren is dus niet zo'n goed idee. Gisteravond heb ik gekeken naar weet ik veel. Was op zich wel leuk. De app die werkte nu gewoon bij mij wel goed. Ik las wel heel veel reacties van mensen die zeiden het werkt weer niet. Maar bij mij ging het wel goed. Ik had alleen helaas net geen voldoende. Maar op zich was het wel leuk. De vragen waren soms wel heel pittig. Ook veel met formules en zo. Ja, daar heb ik niks mee. Want ik ben niet zo'n wiskundig persoon. Maar goed. Ik heb nog even Disney Dreamlight Valley gedaan, maar ik zit nu een beetje vast. Dus dat is even minder. Dus ik weet niet of ik echt verder kan, maar dat ga ik vanavond wel even zien. Ik ben een nieuwe serie begonnen. Nadat ik de vlog in elkaar had gezet. Voor het grootste gedeelte. Ik ga heel eventjes kijken hoe die serie nou ook weer heet. Nee, ik had hem hier toch staan. One Day. Ik heb echt geen idee nog wat ik ervan moet verwachten. Het is een miniserie met niet hele lange afleveringen. Ik had gisteren toevallig een aflevering van denk 38 minuten. En dan vandaag is het alweer minder. Dus ja, ik weet nog niet zo heel goed wat ik ervan moet verwachten. Maar het had een hele hoge matchscore met mij. Dus ik dacht, ik ga wel kijken. En daarna nog even dubbel leven. Toen ben ik naar bed gegaan en heb mijn boek uitgelezen. Ik ben gelijk met een nieuw boek gestart, maar dat was eventjes heel warrig, want daar kwam ik even zo in en ik dacht even, wat is dit ook alweer allemaal? Want het is wel een reeks waar ik al eerder boeken uit heb gelezen, maar ik weet even niet hoe ik er verder in moet komen. Maar ik heb niet heel veel van gelezen, dus ik ga het wel zien. Toen ben ik lekker gaan slapen. Nu ga ik zometeen eventjes stofzuigen en de bakken scheppen. Wel even groenten afhalen en ondertussen lekker Ajax kijken en dan... Straks wel even foto's maken, dus ik zal straks nog even de foto's kunnen laten zien. Maar nu eerst maar eventjes hopelijk genieten van een goede wedstrijd. Ik hoop natuurlijk dat Ajax wint, maar je weet het maar nooit. Dus we gaan het zien. Zo, ik heb even wat fotospulletjes gepakt. Ik heb hier een geurtje van Naomi Campbell, de Glam Rouge. Die ga ik proberen. Het is een Eau de Toilette. De Pure Nude Baked Blush van Essence in de kleur 08 Berry Cheeks. Dan heb ik hier de drie lippenbalsems van Winnie de Pooh. Knorretje. Tijgertje en Winnie. En deze ga ik ook even fotograferen. Er komt dan een extra blogpost van online. Dus dit ga ik nu eventjes doen. Ajax staat inmiddels met 1-0 voor, dus ik ben wel blij. Maar nu eerst even hier foto's van maken. Zo, het rundvlees staat lekker op, dus dat gaat nu nog een poosje sudderen. Ik vind dat lekker als het echt een poosje opstaat. Het is nu wel fijn, want ik had weer kruid. Dus dat ruikt ook gelijk een stuk lekkerder weer. De wedstrijd is net afgelopen. Ik ben weer zwaar teleurgesteld. Want het is 2-2 geworden. Daar baal ik echt van. Dus ja, dat is niet echt heel erg leuk. Je hoopt toch altijd op winst, maar ik mocht weer niet baten. Dus nee, niet zo heel gelukkig mee. Ik heb in ieder geval wel de foto's klaar, dus dat is wel fijn. Nu ga ik zometeen nog even lekker relaxen. Ik heb het nu ook weer wat meer koud. Dus, maar ja, het is hier in huis wel 18 graden. Ik heb gisteren een half graadje aangedaan, zodat de kou er iets uit was. Maar ja, ik denk gewoon dat ik lekker mijn snuggel aantrek vanavond. Nou, dan ga ik straks lekker eten en douchen. Douchen en eten. Vanavond ga ik eventjes Steen Rijksstraat Arm terugkijken. Ik denk nog even Disney Dreamlight Valley wel doen. Maar dat, ja, als ik verder kan. Ik zat natuurlijk vast... Sowieso Stegeman op de bres kijken en mijn nagels doen. En dan ga ik mijn foto's bewerken, verder met mijn Netflix-serie. En daarna Hete Daad kijken. En dan ga ik lekker naar bed en mijn boek lezen. Dus dat wordt het dan ook. Ik ga nu in ieder geval gewoon eventjes lekker relaxen. Want ik ben nu gewoon een beetje pissig omdat die wedstrijd zo is geëindigd. En
misschien een beetje kinderachtig, maar je hoopt toch altijd op winst. En dan sta je er zo goed voor en dan gaat het toch weer zo. Dus, nou, gewoon niet zo heel erg blij mee. Ik ga jullie in ieder geval gewoon morgen zien, dus bij deze zou ik zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze maandag. Het is vandaag 19 februari. Ik ben klaargemaakt. Ik heb alleen zware hoofdpijn. Het is een beetje mijn eigen schuld. Ik lag gisteravond in bed en ik voelde het opkomen. Maar dan lig ik zo lekker in bed en heb ik gewoon eigenlijk geen zin meer om het bed uit te gaan. Terwijl ik dat wel gewoon moet doen. Dan weet ik gewoon, ik moet deze aspirine eigenlijk gewoon nemen. Omdat ik gewoon weet dat als ik ga slapen met hoofdpijn, ik de volgende dag er gewoon nog last van heb. Want ik heb wel eens gehoopt, ach, met slapen, misschien trekt het weg, maar het gebeurt niet. Ik heb dan echt een aspirine nodig. Maar ja, geen zin meer om je bed uit te gaan, dus niet gedaan. Ja, en dan heb je een probleem, want dan loop je dus met de conclusie dat je dus gewoon nog steeds hoofdpijn hebt. Dus ik heb inmiddels de aspirine genomen. Dus ik ga ervan uit dat je straks gaat werken. En nou ja, dat. Het is een lekker regenachtig dagje. Gisteravond heb ik gekeken naar Steenrijkstraat Arm en naar Stegeman op de Bres. Dat was wel weer, waren twee mooie uitzendingen. Ik heb nog even Disney Dreamlight Valley gedaan, maar ik zit een beetje vast. Dus, maar dat vertelde ik gisteren al. Het eten was op zich wel lekker, maar ik vind het rundvlees van de Lidl vind ik gewoon het allerlekkerst. Ik weet niet, ik vind het net wat lekkerder. Er zit vaak iets meer vet aan en ik vind dat zelf altijd wel heel erg lekker. Ik heb mijn foto's bewerkt. En toen heb ik de Netflix-serie gekeken. Het was heel bijzonder. Ik kwam heel toevallig op social media, dus zag ik deze Netflix-serie deze voorbij komen. Toen dacht ik, hey, die ben ik aan het kijken. En toen las ik de reacties en heel veel mensen zeiden van, hou je zakdoekjes klaar. Dus er schijnt nog iets heel zieligs aan te komen. Dus ik ben ergens ook wel benieuwd wat er gaat gebeuren. Maar ik heb eigenlijk helemaal geen zin in zo'n tranentrekker, maar ik ga het wel uitkijken. Daarna heb ik nog even Hete Daad gekeken. Nou ja, toen ben ik dus naar bed gegaan, heb ik nog even gelezen. Toen ben ik gaan slapen. Ik heb de nieuwe lipkit op van de Zeeman. Die komt deze week online als blogpost. Nou, als deze vlog online staat, staat hij al online. Maar ik vind hem wel heel leuk. Ik ga nu eventjes wat dingen doen. Er moet een was gedraaid worden. Die kattenbakken moeten gedaan worden. Die stinken een uur in de wind. De douche moet gedaan worden en de gang. En ik heb nog best wel wat was op te vouwen. Dus ik ga nu gewoon even lekker muziek aanzetten. En dan ga ik eerst eens eventjes wat doen. Dus ik neem jullie wel weer eventjes gezellig mee vandaag. En dan hoop ik dat straks de hoofdpijn zakt. Voor ik het vergeet, ik had mijn nagels gedaan met dit kleurtje. Dat is dat kleurtje uit die Heart Affair collectie. De lichtste. Ik vind hem wel leuk hoor, zo. Ziet er wel leuk uit. Dit is de C02 Crazy in Love. Dus nou, die zit er ook weer leuk op. Dus ik hoop dat dit iets langer volhoudt. Maar dat gaan we wel zien. Maar leuk lichtroze zo. Zo, ik ben weer klaar. De douche is lekker schoon. Ik heb zelfs de hele randjes van het gedeelte waar ik douche, zeg maar. Ik heb geen douchebak of zo. Dus ik heb die hele randjes heb ik schoongeschuurd. Ik heb de tegeltjes allemaal afgenomen. Verder gewoon alles even schoongemaakt. Dus dat was wel heel fijn. Ik klap even mijn statief in. Want die heeft uiteengestaan. Dat vind ik toch fijner vasthouden. Wasjes opgevouwen. De was is ook al klaar. Nu zag ik dat de wasmachine ook aan de zijkant best wel een beetje vies is. Niet meer zo mooi wit.
Dus dat wil ik van de week eventjes gaan doen. Hij gaat altijd, mijn wasmachine gaat altijd lopen met wassen. Dus die komt altijd een heel eind naar voren. En nu is die naar voren. Dus dan kan ik hem mooi eventjes... Ik denk dat dat een klusje is voor woensdag. Want morgen heb ik gewoon video opnemen. En dan heb ik gewoon een beetje een rustig dagje. En aan de ene kant zou ik te denken, ga ik het nu nog even doen. Maar ik ga er nu gewoon mee ophouden. Want ik heb nu al best wel veel gedaan. En ja, wil mezelf ook niet te gaan over... belasten, want de hoofdpijn is nu net weg. Niet dat ik straks weer hoofdpijn krijg. Maar ja, gewoon verder ben ik eigenlijk wel weer heel tevreden met wat ik al heb kunnen doen. Mijn hele kapstok is afgenomen, dus ik heb best wel veel gedaan. De was ligt opgevouwen. Het moet dan, een groot deel moet naar boven. Er is een deel voor de strijk. Ja, er is in ieder geval nog genoeg te doen. Maar voor nu hou ik er in ieder geval mee op. Ik ga zo even lekker relaxen en dan ga ik straks lekker douchen, eten. Vanavond kijk ik Goede Tijden en help mijn man eens klussen. Die lipstick, lipgloss, blijft best mooi zitten. Het is eigenlijk lipgloss, maar toen ik er naar keek, dacht ik eigenlijk meer dat het liquid lipstick was. Maar ik vind hem eigenlijk best wel mooi blijven zitten, want ik heb er nu mee gedronken en dat ging eigenlijk prima. Ik ga vanavond nog wel even een spelletje doen en mijn blogpost schrijven. Probeer ook de blogpost van morgen af te krijgen. Ja, ik heb iets in mijn mond. En dan ga ik lekker verder met de Netflix-serie en daarna nog weer even Hete Daad. En dan ga ik lekker naar bed om mijn boek te lezen. En als ik nou weer hoofdpijn zou krijgen, neem ik een aspirine voor ik ga slapen. Want ik merk gewoon dat het slapen daardoor ook gewoon minder is. Dus dat is in ieder geval de planning voor vanavond. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen zien, want ik ga nu verder niks meer doen. Eventjes lekker relaxen, wat drinken en even de laatste handdoekspulletjes opruimen. En dan is het weer klaar. Dus bij deze zeg ik dus tot morgen. Een hele goede middag op deze dinsdag. Het is 20 februari. Ik ben klaargemaakt. Ik heb gisteravond gekeken naar Goede Tijden en daarna naar Help mijn man is klusser. En dat vond ik nogal een bijzondere uitzending. Het was een vrij jong koppel. Die had een huis gekocht. Daar hadden ze ook wat problemen mee gehad. Omdat er uiteindelijk moesten de heipalen onder dat huis. En dat heeft ze heel veel geld gekost. Waardoor ze dus 1,5 ton hadden geleend bij vrienden en familie. Het geld was op om bouwmaterialen te kopen. Er was een tweede kindje op komst. En de bovenverdieping was echt totaal niet klaar. Dat programma ingeschakeld. Die man reageerde eigenlijk ook super positief. Die was alleen maar heel erg blij dat hij hulp kreeg. En dat vond ik allemaal een beetje dubbel. Omdat ik weet, ik heb het een keertje gelezen, dat je ook als je aan dit programma meedoet, zelf ook dingen moet betalen. Je krijgt niet alles gratis. Er wordt veel gesponsord, maar je moet ook zelf geld hier aan betalen. En dan denk ik van, maar hoe ga je dat dan doen als je al zo'n grote schuld hebt? Dat vond ik allemaal een beetje bijzonder. Maar goed, ja, dan denk ik ook, ja, dan komt er een tweede kindje bij. Is dat dan allemaal... handig en zo. Kinderen zijn natuurlijk ook hartstikke duur. Luiers en alles. Maar goed, het zal wel. Ik heb nog even een spelletje gedaan. En toen ben ik mijn blogpost gaan schrijven. Maar er waren heel veel problemen mee. Want op de computer geeft hij de foto's niet meer weer. Ik had alles geïmporteerd. En hij geeft een rare fout aan. Waar ik vrijdag echt totaal geen last van had. En gisteren ineens wel. Dus ik weet niet hoe ik dat moet verhelpen. Want ik ben wel gaan googlen. Maar daar werd ik niet heel erg veel wijzer uit. Dus het was allemaal een beetje lastig. Het rare is, hij geeft op de telefoon geeft hij wel gewoon weer met de foto's, maar op de computer dus niet. Dus het zal een klein probleem zijn wat opgelost moet worden, maar ik weet nog eventjes niet hoe. Dus daar baalde ik een beetje van. Toen ben ik de serie gaan kijken op Netflix en daarna nog weer even op Heterdaad. En toen gingen we boek lezen. En ik vertelde eigenlijk al dat ik een beetje onduidelijkheid had. En die onduidelijkheid bleef, omdat ik op een gegeven moment had ik in mijn hoofd, volgens mij zit het verhaal sowieso. Toen ben ik dat toch even gaan nakijken. In de eerdere reeksen heb ik even wat korte samenvattingen van opgezocht. En toen kwam ik er dus achter dat ik het boek, het vorige boek dus niet gelezen heb. Dus ik ben nu al een boek verder, terwijl ik het vorige boek nog moest lezen. Nou, weer totaal niet slim. Daar baal ik ook wel een beetje van. Maar ja, kan ik niks meer aan veranderen. Dus ik ga deze wel uitlezen. En dan ga ik even het vorige deel ook nog lezen. Omdat ik er nu niet zo heel veel meer van snap. Maar dat vind ik altijd zo irritant. Dan denk ik van, oh, waarom heb je dat dan niet gezien? Maar ja, ik heb de afgelopen tijd zoveel nieuwe boeken erop gezet. Dat je het gewoon soms een beetje vergeet. Goed, het is niet het grootste probleem. Maar het maakt het voor het verhaal een beetje lastig. Ik ga nu even stofzuigen en de bak scheppen. En dan ga ik een video opnemen. En daarna nog even diamond painten. Er komt heel licht een zonnetje doorheen. Maar ja, aankomende dagen gaat het geloof ik weer behoorlijk regenen. Dus we gaan het allemaal wel weer eventjes bekijken. Dat ga ik doen. En dan neem ik jullie straks nog even mee bij diamond painten.
Zo, ik ben lekker klaar met alles wat ik lekker wilde doen. Ik ga heel even kijken wat de temperatuur is, want ik heb het een beetje koud. Ja, 11 graden, maar het is in huis nu 17 graden. Video opnemen ging eigenlijk best wel lekker. Ik ben best wel tevreden met hoe ik het heb gedaan. Ik probeer ook daar wat minder onzeker in te zijn, want vaak heb ik dat wel. En ik heb eigenlijk al heel vaak gezien dat als ik dan eenmaal zo'n video ga editen, dat het er eigenlijk gewoon veel beter uitziet dan dat ik dan in eerste instantie verwacht. Dus ik heb er wel een goed gevoel over, dus dat is op zich wel lekker. Ook wel blij dat dat nu gebeurd is. Diamond paint ging op zich ook wel lekker, alleen die steentjes terug in dat bakje krijgen ging niet zo lekker, want ze bleven heel erg plakken aan dat soort van trechtertje, waardoor er heel veel op de tafel kwam. Nou, ik heb alles nog wel weer op kunnen ruimen. Ik vond er net nog één op de vloer, die heb ik even apart gelegd, maar het zal best wel eens een keer voorkomen dat ik een steentje opzuig. Maar meestal heb je zoveel steentjes dat je overhoudt, dan is het ook niet erg. Dus ja, op zich wel gewoon lekker zo. Ik vind het dinsdag ook altijd wel een lekkere dag. Dat ik gewoon lekker een beetje, ja, gewoon bezig kan zijn met het opnemen voor YouTube. En ook altijd even nog wat creatiefs kan doen. Ik word er altijd wel zo blij van. Nu ga ik zometeen wel eventjes lekker relaxen. Dan ga ik straks lekker douchen en eten. Vanavond is gewoon weer tijd voor goede tijden. En Married at First Sight. En daar heb ik echt heel veel zin in. Want ik ben heel benieuwd hoe het afloopt. Ik heb iemand ontdekt op Instagram. Max van den Burg heet die man. En die is zo goed in imitaties. Ik ga helemaal stuk. Hij deed ook altijd al imitaties, zeg maar, bij de B&B Vol Liefde en de Winter Vol Liefde. En nu doet hij ook Married at First Sight. Hij had dus twee mensen gedaan. En vooral, hij deed ook een vrouw. En het was echt hilarisch. Ik kan naar dat filmpje blijven kijken en ik kan weer lachen. Hij is echt heel goed. Super leuk om te zien. Nou, vanavond ga ik gewoon eventjes ook verder mijn vlog in elkaar zetten. Ik denk nog even een spelletje doen. Eventjes, ja, verder met de blogfoto's en hopen dat ik dat eventjes nog voor elkaar krijg. Ga ik lekker mijn Netflix-serie kijken en daarna weer op hete daad. En dan ga ik lekker naar bed toe. En dan ga ik verder met mijn boek. Al is dat nu wel een beetje vervelend, omdat ik nu weet dat ik dat ene boek niet heb gelezen. Maar goed, komt goed. Ik ga bij deze in ieder geval de vlog afsluiten. Ik hoop dat je het weer leuk vond om te zien. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je je gratis abonneren door op het rondje met mijn gezicht te drukken. Of op mijn kanaal zelf, daar staat een rode button. Daarnaast staat een belletje. Als je die aanklikt, krijg je een mailing zodra er een nieuwe vlog online staat. Of überhaupt een nieuwe video. En hoef je niks meer te missen. Vond je deze video leuk? Doe dan zeker even je duimpje omhoog. En voor nu wil ik je heel erg bedanken voor het kijken. En hoop ik je bij een volgende video weer te mogen zien. Doei!